De vergelijking was niet goed gekozen en is verkeerd gevallen. En het gaat nu alleen nog maar over die vergelijking. En dat is jammer, want het ging juist mij om de redenering. Nou, de redenering is dat u slachtoffers van genocide vergelijkt met daders van genocide. Nee, de redenering is dat de vraag was, wat doen burgemeesters met paspoort, met mensen die willen uitreizen met een paspoort. En ik heb de redenering gezegd, van iedereen heeft een vrije keus om te gaan en staan waar hij wil. Ik was hier echt, echt versteld van als je dit soort vergelijkingen kunt maken, als je weet wat de Joden meegemaakt hebben. En je gaat dan die ISIS-strijders die dan de gruwelijkste dingen doen vergelijken met hen. Ja, dat is stuitend, vind ik. Ik kan me voorstellen dat je in zo'n live gesprek met Radio 1 het een en ander brult. Maar dit kan natuurlijk helemaal niet. Dit is een totale of-vergelijking. Ze zijn met de PvdA echt helemaal totaal van het padje. We hadden eerst mevrouw Haifi, die zei dat ISIS een zionistisch complot was. Oftewel, het zijn de Joden die het weer gedaan hebben. En nu deze smakeloze vergelijking. Ik vind het echt te ver gaan. En ik heb vandaag ook Kamervraag gesteld aan meneer Plasterk met het voorstel om meneer Broertjes onmiddellijk af te zetten. Ik vind dat best lastig als mensen hun ideaal willen verwezenlijken ergens anders op de wereld. Ja, maar het ideaal van de Joden na de Tweede Wereldoorlog was hun eigen land. En het ideaal van IS is het iedereen en alles vermoorden wat niet bij een clubje hoort. Sta je bij een herdenking na 70 jaar tegen de nazi-terreur. Daarom is uw vergelijking nog pijnlijker. Je moet toch wel heel bijzonder in elkaar zitten om dit soort vergelijkingen te maken. En dan zouden we voor Syrië moeten zeggen, nou, dat mag u niet. En voor de Koerden en voor de Spaanse burgeroorlog mag het wel. Nou, en daar wilde ik het debat over. En die vergelijking, ja, dat was een beetje schieten in je eigen voet. Jammer. Meneer Broertjes, een door de wol geverfde voormalig hoofdredacteur van de Volkskrant en nu burgemeester van Hilversum, weet verdomd goed wat hij zegt. Ik zoek de randen van het debat op. Dat heb ik geleerd als journalist. En dat doe ik als burgemeester ook. En dat is wennen soms. Ja, u kukelt er overheen. Nou, soms wel. Ik kan niet eens in het hoofd kijken. Volgens mij ben je behoorlijk dom als je dit soort dingen doet. Was een beetje plom verloren. Vond u een mooi woord? Ik vond het beschamend. Nou, ook een ander woord. U vindt alles beschamend. Nou nee hoor, deze vergelijking. Maar ga nou maar eens aan die mensen. Het meeste wat u zegt en doet wel, dat klopt wel. Vragen wat ze van deze burgemeester vinden. Hij heeft ook gezegd dat hij het zo niet heeft bedoeld. Maar ja, zo is het wel naar buiten gekomen. Zo heb ik het niet bedoeld. Ja, precies. Het is een nieuwe versie van Ik heb het niet gewoest. Oef.